Ja, installér dig den. Ops. Hij is in ieder geval op 90%. Dus ik denk dat ik eerst een keer moet starten en dan daarna pas die addons installeren. Wacht ik. Of DLC's. Wacht ik. Wel een mooi boekje zo. Dat dan weer wel. Oh. Nou, middel het wel mee. Ja, daarom. Moet daar ook opnieuw beginnen als ik op hetzelfde begin te spelen eigenlijk moet zijn. Dus. Maar één ding heb ik geleerd. Geen contracten van ontmoeten van 16 hectare pakken. Dat is een tegenwerk. Ja, we hebben hier toch verschillende fouten gemaakt. Ja, oké. Okay. Ik gebruik twee bolten. En je hebt een map server. Hoe dit zit, want... Step by step installation. Install the game. Voor ons zou ik deze
PDF niet eens gevonden. Dan moet ik een zo'n deze game update. Aha. Oké, dus ik denk hier gewoon de game staan. Activatie voltooid. Kijk naar de foutmelding. Zit een model hier. Ah, oké, okay, dat werkt via. Oh, waarom moeten jullie dit zo moeilijk maken, jongens? Echt niet logisch. Nou dus, als ik het zo goed lees, moet ik een daddy server access starten. Die start een webbrowser. Dan moet de webbrowser gaan openen. En dan kan ik daar de server starten. Sommige mensen, waarom zo onlogisch? Alleen dat dat werkt. Misschien dat al een webserver draait. Oké, dat doe ik. Haha. Even boven en goed. File manager. Gevolgd. Oh, 16 is max. De mental hier. King language. Nou, doe maar gewoon Engels. Save. Mods. Ongelooflijk. Geef me gewoon een fucking config file van 7 dagen af. Nou echt via webbrowser. Dat is dat ook een? Nee. Wacht. En zijn we een pack gestolen action.
Even de rookie pakken. Dit is... Ik kan niet zo veel die bots hebben. Ik kan ze niet zo koud een keer voor. Oké. Dus ik denk wel dat die persoon meer liefde heeft. Die ik nu gekregen heb toen ik hem rechtstreeks van de site kocht, wil die ook hebben. En dat is een bomba en wat potions. Oké. Ik heb ook nog een Mahindra Retriever. Geen idee waar dat van komt. Zullen we hem niet activeren? Dat was een goede standaard. Dat is goed. Still see. Die staat dus goed. Is in. Yes. Nou, start de server. Oh, hier. Onthoud die hier wel. Hij is nog in start, dus wel maar. Ja, dat weet ik. En dan start hij wel weer een bospot. Starten of niet.
Maar moet je Windows Firewall niet oppoppen? Het is toch? Wacht. Windows Firewall. Dan ga je die. Ja, die heb je nog nooit gezien. Ja. Zelf toegevoegd zonder te vragen. Oké, omdat ik natuurlijk een BBA aan heb gezet. Oh, dan heb ik staan voor dat nog zo. Dat is niet handig hoor. Ik weet ook niet hoe lang dat ding erover doet om te starten. Ik weet eigenlijk doet het redelijk lang om. Over. Oh, dat verkeerd kruisje. Dat is een vaststaan tijdens het laden. Ik heb een stap. Ik kan misschien ook wel eens aan. Eens aan bezig met een 600 MP patch weer. Echt. Ja, daarom, ik heb het gevoel dat deze niet is even.
Laten we nog eens even vies starten. Zeker of dan wel verder gaat dan waar hij net in bleef hangen. En nu of je nou verder gaat, is het groeppunt, niet idee. Dat blijft straks ook staan. Gewoon 1% en ik heb 600 MB. De laatste regel is weer die data S2 check de GoPro. Sowieso dat hij ontzettend snel de serverlijst binnenhaalt, eerlijk gezegd. Straks een keer aanpassen. Daar zit er een webserver. Ja, die paar. Thank you.
Kijk, 5 minuten. Ja, op. Ja, alhoewel hij kijkt via de 10 iets ding. Wacht, ik zal dat een PNP zou ik inzetten. Ik heb al wel. Zo. Stap. Wacht. Nee, stop. Als ik meteen even de save interval. Zullen we op een half uur zetten? Dus dat is momenteel op 3 uur. Een half uur, 7:20. Ja, inderdaad, gaat via de Giant Search. Maar ik heb nu even UPNP uitgezet, zodat hij zeker die plot pakt die ik ook gevolgd heb. Zag hij net uit game, dan heeft hij in ieder geval de poort aan. Kijk, ik vind het een beetje raar, die laatste regel, maar ja, ik heb nooit de server van hun gestart, dus ik weet niet of dat hoort, laat ik het zo zeggen. Ik weet, bij Ark en zo krijg je nooit te zien, server is ready, of game is ready, iets in die geest, dan weet je wel, oh ja. PDF er nog spijt mag. Kijk of die nog wel schrijft. Dan kan ik sowieso uitwerken. Die moet helemaal te zijn. Ik heb zelfs ook niet onzin dingen verzinnen om servers te starten. Nee, als het goed is, is die Nitrado server gestopt. Maar die van ons die draait al op mijn server. Dezelfde avond al. Ja, ja, ja. Ik vraag me alleen af of die andere poorten van buiten bereikbaar moeten zijn. Ik vind het gewoon dom zoals ze het gemaakt hebben, maar ja, dat ben ik. Even kijken, we show the best with server and the game language are the same. Thanks for that the game itself can set to all. Ja. Ik denk dat heel veel verschil maakt. Mm-hmm.
Zo'n kommaatje en de naam misschien niet. Zo. Sowieso dat hij de lijst ontzettend vlug laat. Maar ja, we zullen kijken of het ergens. Ik zie ook gewoon niets veranderen. Ik zie gewoon dat schotje blijven staan. Mooi hè. Dat is goed. Als je met die server komt, dan heb je dat al.
daarvan. Niet verder gaat die school. Ja, ik weet dat een vijfde man direct is, maar dat zou geen fuck uit moeten maken. Tenzij jullie software gewoon bug is. Wat wel niks zou verbazen. La. Even wat verkocht heb jij hier al staan. Zegt een webserver. Die wil ik hebben. Normaal gesproken. Als je die game zo opstart, doe niet. Instellen via webdeel, dus dat is helemaal voor wat. Dan heb je dedicated webservice software en dan mis je helft van de settings. Dat is niet logisch. Game, dat is echt team language. Dus een beurt zetten, dus ik word dan beurt.
Ook geen oplossing. Okay,
koekstoffen. Dat denk ik opstellen. Zo slecht komt meer. En die hebben ze dat. Echt. De server die staat hier naast mij, Mark. Het draait een 8. Atlas cluster op, daar draaien momenteel 6 ARC servers op, daar draaien Space Engineer servers op, een Golden Excel server op, Terraria hebben we erop draaien. En allemaal geen probleem, alleen deze onzin werkt gewoon niet. Dat ze gewoon niet kunnen programmeren. Waarom in godesnaam moet ik een webserver starten om daarna een gameserver te starten? Zou het zo zijn dat die ook nog in gebruik is van net van die UPNP? Wacht, zet ik eens even een blokje verder. Pas ik dat hier ook even aan. Zo. Nee, maar het wil niet lukken. Zo. Poort is even eentje verzet. Misschien dat helpt, omdat we net op die ene poort hebben gezeten. Via de gewone multiplayer sessie, dat hij daar in de rust kwijt is. Hi, Kif. Ik vraag mij af. Of hij daadwerkelijk alleen bereikbaar is op IP wat toegekend is aan de server. Dus of ik mijn externe IP moet toekennen aan de server wat ik dan wil.
Plus, ik vraag me af. Of de server überhaupt fatsoenlijk helemaal doorstaat, want daar heb ik ook geen idee van. Hij zegt dat hij online is, maar. Bedoel je, staat hier op 2017? Nee, je staat op Farm Simulator 19 1.3.0.1. Dan kan ik de web-API niet aanzetten, maar... Dat is alleen maar voor integreren aan een... Map haalt u wel op. Als ik lokaal kijk. Ik zie wel ook. Dus volgens mij heeft het te maken dat die een private IP heeft en geen externe IP. Ach. Dat kan natuurlijk niet in 1.4, nee. Zou het dat zijn? Ik heb hem net gedownload van de site. Hoe kan ik dit geen update? Zit de optie er niet in of wat? Wauw, serieus? Hoe de fuck doet dit ding dan ook tegen? Als dat niet uit zichzelf doet. Nou, we patch 1.3 inderdaad. Iemand heeft graag muziek aan staan, zou het horen. Soft. Waar heb je die gevonden, Alt? Ik ben gaan zoeken. Oh wacht, boven, voor deze. Wauw, schere hond dat ik ben. Oh, godsamme. Nou, dat kan een hele hoop verklaren. Waar we hem in één game niet zien. Echt. Ik moet nog eens 2,2 gig downloaden. Met een hele langzame snelheid. Zou het server stoppen? Dat bedoel ik nou met onzin op een webserver of op een server, game server.
Even stoppen. Nee, niet 7. Ja. Maak het dan op zijn minst in de server software. Als je zelf wat schrijft, dan dat je niet met Steam overweg kunt. Want dat is schijnbaar het probleem, omdat hun eigenwijs zijn. Hier staat inderdaad dat we 1.4 gebruiken. Daarom vind ik Steam servers zo fijn. Daarom vind ik Steam in het algemeen zo fijn. Geen idee wat voor muziek het is. Nou. Ik bedoel, er zit een autoriestartfunctie in. Dat hebben ze. Die gaat kijken of er geen spelers in zitten tussen een bepaald tijdstip. Dat kun je instellen. Maar een auto-update kennen ze niet. Wat? Ja. Hoe snel dat dat gaat. Alles weer. 4 MB per seconde. Hoepiedoe. Muziek klinkt als een of andere live band, dus het zal wel wat te doen zijn in de stad. Nou, als ik hem zou zeggen, de update is net geweest, dus iedereen is hem aan het downloaden, zou ik zeggen, allee, oké, 4MB, whatever. Dus waarom doe je patch niet meteen in de originele game downloader zetten? Die terugzetten in de originele poort. Anders krijgen we daar misschien dadelijk wat issues mee. Bezorg me nog wat opzorgen zo oud. Draaien, maar dus weet ik straks niet wat waar het draait. Zo. Oké. Dus dat. Die hebben we. Andere opschermen we even niet naar kijken. Dat heb ik gedownload. Dat heb ik ook gedownload en opdicht. Mm-hmm.
heeft al anderhalf hit pen. Daar zijn we. 1,9 van de 2,2. Dan ik die image nog mounten, die dan nog installeren. Nou, dat komt wel. Het zal een single player zijn, natuurlijk. Ik kom één gig. Ja, we zijn er bijna. Als je nog eens een keer een idee hebt, telt. Hij is binnen. Even kijken, patch 1.4, op alle. Run. Ja. Zijn trouwens eigenlijk wel weer een keer op Engels. Ik ga hem nu op Nederland zetten, dat is wel hier. Ik moet of een faalproces zoeken. Allemaal weer overschrijven. Het zou me ook niks verbazen namelijk. Dat ik over het vast wil hebben om die land te maken. Het is gewoon 28 graden hier. Als je geschreven is, even kijken. De nieuwssite hier, of er staat op wat er vandaag te doen is. Kiwanis Drakenboot Festival. Oké. Okay.
beetje vikingbootachtig idee. Met één trommelaar en 16 roeiers. Dus daar zal de muziek wel van zijn. Dat zal wel uit de stad doen zijn. Dit is de weg. Oké, we gaan niet starten. Is er bijna, is er bijna. Voltooien! Yay! Uit de weg. Dan kunnen we de verkenner ook niet gooien. Nou, daar gaan we. Hoop van zegen. Heb je de server starten. Taal Engels. Continental Europe. Van 7-1 empty. Oké. Zit er wel 30 minuten. Saf. Start. Disabling eye tracker. Waarom zou je in godesnaam een eye tracker op een dedicated server willen starten? Ik zet hier wel weer op die groene idee.